zijn op de grote prijs veldrijden hier in Hasselt en stevast elk jaar weer opnieuw maken van die gelegenheid gebruik om ook de netwerking met het secundair onderwijs op te zetten. Tussen de Hogeschool PXL en dat secundair onderwijs, de Centra voor Volwassen Onderwijs en ons brede netwerk om zo te bouwen aan een prachtige toekomst voor onze jongeren. En voilà, het licht springt op groen en de eerste kinderwedstrijd Het is een zeer aangenaam kader natuurlijk, waarin wij worden uitgenodigd als directie van het secundair onderwijs van provinciaal onderwijs. En we vinden het fijn dat de PXL ons hier uitnodigt, omdat we dan eigenlijk heel mooie en vlotte contacten kunnen leggen met onze collega's uit het secundair onderwijs, maar zeker ook met de diensten en de opleidingen die de PXL aanbiedt. Daar kunnen we dan goede afspraken mee maken om samen te werken. Het is een evenement waarbij het nuttige aan het aangename gekoppeld wordt, waarbij we heel wat professionele contacten hebben en wij aan netwerking kunnen doen, hetgeen heel belangrijk is voor een secundaire school als het Sint Franciscus College, omdat we hier in contact komen met heel wat mensen die ons de weg kunnen wijzen, bijvoorbeeld in verband met studiekeuzebegeleiding, in verband met stages en zo meer. Bijvoorbeeld aan tafel met departementshoofden van de PXL Education en uiteraard als directeur van een secundaire school is het heel belangrijk om samen te werken met de lerarenopleiding. We zijn trouwens ook stageschool van de PXL, dus die studenten stromen bij ons in en uit, hebben ook projecten met de studenten en dat is natuurlijk allemaal mogelijk door die goede contacten met het departement Education in dit geval. Ik heb nu net gesproken met een collega van het departement IT van de PXL. En we zijn al aan het praten om eventueel studenten van het derde jaar in te zetten om eigenlijk hulp te bieden aan de scholen op IT-niveau. Ik vind het fantastisch dat ik zelfs Nijs van op meterafstand kan bewonderen. En inderdaad, het is een evenement en de PXL koppelt daar een zeer aangename uitbreiding aan vast met ook professionele mogelijkheden. Prima. De sportieve spreekt mij zeker aan. Ik ben elke zondag namiddag iemand die voor de buis zit. En dat nu live kunnen zien is natuurlijk meegenomen.